Welkom bij Uitgelicht. In deze aflevering volgen we Yvonne Verhagen uit Berchem. Zij is medeproducent van de Southern Stars American Music and Dance Show, waarin ze ook als danser te zien is. We zijn aan het oefenen met de dansers van de Southern Stars theatergroep. En dat doen we natuurlijk met regelmaat, maar nu toevallig een keer op zondag, omdat we één extra danseres hebben. En die willen we zo snel mogelijk klaarstomen voor de show om in te vallen, eventueel. Nou, het is een American Music and Dance Show en dat is natuurlijk heel breed. Dat wil zeggen dat er een vleugje country, een vleugje pop, rock'n'roll, er komt echt heel veel voorbij. Allemaal van Amerikaanse bodem. Live muziek, wat ik al zei inderdaad. Dat zijn dan zeven muzikanten, waarbij drie vocalisten ook nog op het podium staan die ook nog meedansen. En dan zeven dansers. Alle choreografie is puur gemaakt voor de show. En er komt dus echt van alles voorbij, van echte groepsdansen tot echte country, een stukje rock'n'roll en ook echt hele intieme, leuke kleine dansjes. Echt van alles, dus voor ieder wat wils. Het is eigenlijk altijd al een droom van mij geweest om een eigen theatershow te maken. Ik heb ooit eens bij Bob de Jong in de theatergroep choreografieën mogen maken. Ongeveer 40% van de choreografieën deed ik daar. Maar goed, daar zaten allemaal haken en ogen. En je bleef daar echt in kaders. En ja, het mocht niet zoals ik het eigenlijk zou willen. Maar ik heb daar wel echt het theatervirus op gedaan. En ik dacht, nou, dat moet ik een keer kunnen doen. Nou, en drie seizoenen geleden is dat begonnen, inderdaad. Een band en een vocalist enzovoort, enzovoort. En ja, nou is mijn droom uitgekomen. En zeker editie 3, waar dan eigenlijk ook nog een heel bekend impresario interesse in ons kreeg. Ruud de Graaf, oftewel Impact Entertainment. Ja, dat is natuurlijk een groot compliment voor ons als theatergroep. Want ja, als die interesse hebt, dan doe je misschien toch wel iets goeds. Waarom is dit zo leuk? De muziek, dans, het plezier over te brengen aan de mensen, dus in de theaters. Als we daar leuke respons op krijgen, ja, dat doet je dan toch erg goed. We zijn gestart met helemaal niks. Dat wil zeggen met een hele hoop energie. Want mijn man, Altin van der Voort, en ik zijn dus eigenlijk de echte oprichters van dit alles. Al onze vrije tijd gaat er ook in zitten. Maar de band van Altin, Texas Renegade, de hele band zit inderdaad in de show. Daarnaast nog een pianist toegevoegd uit Hees toevallig, Henry van der Helm. En die hebben allemaal gezegd, nou, wij doen gewoon mee, ongeacht of het slaagt of niet. We zetten er allemaal onze schouders onder. En nou heb ik het over de band. Maar zo ook de vocalisten en zo ook de dansers. We zetten onze schouders eronder. We gaan er het beste van maken. En we gaan eens kijken hoe ver we komen. Dus die verwachten ook helemaal niks. En dan heb ik het over geld. En dan heb ik het over wat dan ook. Dus ik heb het geluk dat ik zo'n mensen om me heen heb. Ja, en dan pakt het toevallig heel goed uit. Maar ja, het had ook niet gekund natuurlijk. Nou, ik vind deze show leuk omdat het echt een show gebeuren is. En mensen die denken alleen dat het line dance is. Maar het is, in principe is het ook wel line dance. Maar het is toch wel het showdansen en het een verhaal van maken. En je presenteren. En ik weet zeker, iedereen die niet van line dance houdt, die vinden dit nog leuk, omdat het gewoon een leuke show is met muziek en dans en zang. Yvonne Verhagen zit al heel wat jaren in het vak. Eind jaren 90 begon ze met line dance. Wat ooit begon als een grap, leidde tot twee wereldtitels. Nou, ik was een klein jaartje bezig en nou, het ging allemaal heel goed. Ik zat heel snel al in een of ander showteam en toen werd er eens gezegd van, goh, er zijn ook wedstrijden. Nou, mijn moeder zei, nou, doe eens even een keer mee, waarom niet? We maken er gewoon een gezellig weekend van. Nou, en voordat ik het wist, zat ik in de finale en was ik Europees kampioen. En dat was eigenlijk binnen het jaar al. Nou, toen kreeg ik een sponsor, dus dat geluk had ik ook. En mocht ik naar het wereldkampioenschap toe. Ik moest me wel kwalificeren, dat heb ik ook gedaan. En het eerste wereldkampioenschap, dat was in Nashville en dat heb ik gewonnen. Tweede was het jaar erop in een andere, een hogere klasse, heb ik ook gewonnen. Nou, dan gaat zo'n balletje rollen en word je overal uitgenodigd en om les te geven en van alles en nog wat.
Nou, dan heb je een DVD, heb ik een DVD-project gemaakt. Kwam er een platenmaatschappij die dus eigenlijk een DVD van line dance en techniek wilde maken. Nou, je kunt niet alles blijven doen. Dus ik zat toen ook nog in de Bob de Jong show. Dus wedstrijden, dat was er even niet meer bij. Ben ik even mee gestopt. Heb ik dat gedaan, dus die DVD en de theatershow van Bob. Toen ben ik daar weer even mee gestopt. Heb ik weer een team opgezet. En met dat team zijn we ook weer wereldkampioen geworden in Showcase. Showcase is echt choreografie, is echt mijn ding. Hè? Dat blijkt dan wel weer. En nou, daarna ben ik eigenlijk overal les gaan geven. Wedstrijden echt even buiten beschouwing gelaten. Ja, en toen kwam dus mijn droom. Dus dat is in vogelvlucht. Dus ik heb inderdaad wat kampioenschappen achter de rug en dergelijke. En je maakt een full turn over je linkse schouder. Draai links. Ja, je eindigt met je handen naar beneden. Maar je kijkt over je linkse schouder op dat einde. Ja, dus we hadden dat. We komen op. We komen op en maken cirkel, cirkel, spring uit, kruis over, hele draai linksom, hele draai, eindig met je hoofd naar links. Als ik echt voor mij als persoon, waarom het leuk is om te doen, is... Nou, ik hou ontzettend van muziek. Ik hou ontzettend van choreografieën maken. En het proberen uit te beelden, zeg maar, wat in de muziek ook gezegd of gezongen wordt dan uiteraard. En dat dan zo'n groep, inclusief vocalisten, inclusief de instrumentalisten, want die hebben soms echt ook een choreografie. En dat zij dan exact doen wat ik in mijn gedachten had. Dat geeft mij wel zo'n kick. En dat dan dat theater vol zit en dat ze eigenlijk, wat we laatst hadden in Zoetermeer, dat bij het derde nummer na de pauze de mensen al gingen staan en meeklappen. Dat je dat gevoel terugkrijgt van die mensen en dat ze het mooi vinden. En ja, dat geeft mij persoonlijk... de kick. Ja. En ja, dat hoor ik eigenlijk van de meesten wel. Dat ze dat gevoel terugkrijgend van het publiek. En iedereen zegt dat het een leuke show is. En ja, en dat moment uit die coulissen komen. En de lichten op je komen. Ja, dat is echt magisch, vind ik. De Southern Stars American Music and Dance Show is op zaterdag 4 april te zien in de Lievekamp in Os. Dit was Uitgelicht. Heeft u zelf ook een passie of kent u iemand die iets bijzonders doet? Laat het ons weten.